De ziekenhuizen in ons land zijn overvol. Al een paar maanden is er een overbezetting van 20%. Operaties worden soms meer dan eens uitgesteld en het personeel gaat gebukt onder een enorme werkdruk. Niemand weet de oorzaak van de plotselinge drukte. In het groot ziekengasthuis in Den Bosch begon het aantal patiënten vorig jaar november te stijgen. En zelfs nu liggen er meer mensen in het ziekenhuis dan vorig jaar met Pasen. Volgens de directies heeft de overbezetting niets te maken met personeelsacties. We zijn nagegaan of de verpleegduur is toegenomen. We zijn nagegaan of de indicaties tot opname veranderd zijn. Dat blijkt niet zo het geval te zijn. Als de drukte aanhoudt, krijgen de ziekenhuizen problemen met hun financiën, omdat hun begrotingen niet zijn afgestemd op zoveel behandelingen. Kijk op de Week liet het er niet bij zitten. Wij vonden een patiënt die de onthutsende verklaring voor de overvolle ziekenhuizen wilde geven. Naar mijn prognose is dat omdat van deze afdeling alleen al dat zeker 30% zo naar huis kan. Die zijn echt niet ziek meer. Ik weet niet of u gezien hebt die kale man van 23. Die mevrouw met die neus van kamer 39. Die lange schreeuwlelijk in die Batman pyjama van 42. Die kennen zo allemaal weg. Waarom gebeurt dat dan niet? Dat gebeurt niet omdat wij dus ik spreek ook namens deze mensen, simulanten zijn. Wij zijn wat in het medisch heet simuleerders. Wij simuleren. U heeft dus niets? Nee, nou niet meer. Maar het is dus de kunst om als je niks meer hebt, als simuleerder toch te zorgen dat je in dat ziekenhuis blijft. Dat je daar nog een tijdje in uitdobbert eigenlijk. Verlangt u dan niet naar huis? Nee, ik heb thuis natuurlijk heel weinig te zoeken. Mijn vrouw is overleden vorig jaar. Dus ik heb hier mijn thee, ik heb mijn koffie. Ik ken een sigaretje roken in de conversatiezaal. Er zijn ontzettende lieve zusters, echt hele lieve meisjes. Vrouwenhanden die je kussen opschudden, wat wil je nog meer? Je krijgt een bloemetje, je hebt aanspraak, je doet dus een denkspot, je doet dus een tukkie. Je kinderen, als ik thuis ziek ben, dan zie ik mijn kinderen niet. Maar dan lig ik in het ziekenhuis, wat ik dan 2-3 keer per jaar probeer te doen, te regelen. Dan zitten ze hier allemaal op mijn bed, met de kleinkinderen erbij. Buiten de bezoekuren, er zijn geen vaste bezoekuren meer. Je hebt een koffieshop hier beneden, het is ideaal. Ik bedoel, als ik thuis ben, dan krijg ik onmiddellijk weer van, oh god, krijg ik maar wat, dat ik er weer in kom. Maar als u na de een of andere operatie genezen bent verklaard, ja, dan moet u toch weg? Theoretisch wel, maar de echte simulant weet daar altijd wel een mouw aan te passen. Je moet de doktoren ook kennen natuurlijk. Wij geven elkaar wat dat betreft tips. Kijk, uitverdienen die hoofdzuster, dat niet doen, wel dat wel doen, weet je wel, zo'n beetje dit en dat. Als je dus tegen een jonge arts vooral zegt, als die vraagt hoe het gaat, nou, ik heb hier nog ontzettende steken, laten we toch een fotootje maken, dokter, dan gebeurt dat bijna altijd. Kost dan een dag zo'n foto, 2 dagen later de uitslag, is er dan niks te zien, dan kun je altijd nog in bed plassen. Psst, ja, je moet er wat voor over hebben. Raadsel, gaan ze weer onderzoeken, je laat je flauw vallen op de gang. Ik heb onder de dekens wel eens een hele vaas bloemen leeg gedronken, narcissen opgegeten. Het gaat erom dat je dus in die molen van het onderzoek blijft. En dan kan een goede simulant altijd 4, 5, 6 dagen erbij ritselen. Ik ken wel gevallen van 2, 3 weken. Hoe lang blijft u nog? Nou, ik wou het niet te gek maken. Ik wil dit jaar nog 2 of 3 keer terug zien te komen. En dan moet je natuurlijk uitkijken dat het niet opvalt. Dus ik wou woensdag wou ik eens opstappen. Dinsdag hebben we dan nog de Matthäus Passion in de conversatiezaal. Mandolinoorkest. Prachtig. Als je stil bent, dus het is allemaal net vakantie. Het is een grote. Waarom lag u nu in het ziekenhuis? Voor mijn rug. Dat was helaas voor mijn rug weer. Ja. Maar dat is nu over? Nou, nee, woensdag is het over. Zogenaamd is het nou nog niet over. Hè? Dus dat kost nog tot woensdag. Ik kan wel laten zien hoe het er nou bij staat. En dan geef je elkaar ook tips van hoe je kunstmatig de koorts kan verhogen. Zo, dat wisselen we allemaal uit. Dat je met een lepel een beetje op je polsen klopt als je dikker wordt, dat weet je wel. Meneer Landen, en ook, wat doet u nu? Wat krijgen we nu? Wat een oude, dat moet mij maar overkomen. Krijg nou wat. Een oplossing van de overvolheid. Voeg per verdieping aan de apparatuur 1 leugendetector toe. En toch.